Hallo allemaal, welkom bij de beta-break van januari met het thema Wie zint die roboter? We gaan het hebben over robotica. Het was eind september dat Lodewijk Asscher een lezing hield, onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En dat ging over de gevolgen van robotisering op de arbeidsmarkt. Nemen robots onze banen in? Zorgen robots voor een grotere kloof tussen arm en rijk? Dat waren de vragen die hij zich daar stelde. En de robots zijn sinds die lezing niet bepaald uit het nieuws verdwenen. Toen de mediastorm over Asscher's lezing was gaan liggen, toen waarschuwde natuurkundige Stephen Hawking dat de risico's van kunstmatige intelligentie misschien wel heel erg onderschat worden. Bestaat er niet een kans dat we een wezen creëren dat slimmer is dan wij? Een intelligent monster van Frankenstein dat we niet meer onder controle hebben? Ook PayPal-oprichter Elon Musk waarschuwde voor dit gevaar. En hij stelde zelfs miljoenen euro's beschikbaar naar onderzoek om de risico's in te dammen. Heel goed. Nou, daarbovenop ook nog een biopic, een film over informaticus en wiskundige Alan Turing. The Imitation Game, toch vernoemd naar de test die hij ontwierp om te kijken of een computer intelligent is of niet. Of, ook over Stephen Hawking verscheen trouwens een biopic. En deze week staat Kraftwerk in een uitverkocht Paradiso met hun albums met titels The Man Machine, Computer World. Het is kortom wel tijd voor een beta-break over robotisering. We zijn heel blij dat we daarvoor drie gasten hebben gevonden. Als eerste zou ik willen voorstellen Arnoud Visser. Arnoud Visser, u bent onderzoeker robotica aan deze faculteit. En ik denk dat de meeste mensen hier op de faculteit uw werkterrein wel eens hebben gezien. Het voetbalveld hierboven met onder andere deze robotjes. Op welke manier is dat robotvoetbal nou nuttig voor wetenschappelijk onderzoek? Het robotvoetbal dat is begonnen toen de kunstmatige intelligentie een van de grote problemen, namelijk het schaken, had opgelost. En de vraag was toen, wat is moeilijker dan schaken? En het antwoord was voetballen. Dan is de vraag, is voetballen nuttiger dan schaken? En het antwoord is ja, want tijdens het voetballen heb je eigenschappen nodig die je ook nodig hebt om met robots mensen in huis te laten helpen. En als tweede gast Martijntje Smits, u bent techniekfilosoof, in 2002 gepromoveerd bij de Twentse filosoof Hans Achterhuis. De titel van uw proefschrift Monsterbezwering, culturele domesticatie van nieuwe technologie. U bent sindsdien dus eigenlijk al met technologie bezig, maar wat is uw persoonlijke relatie met de robot? Ik ben een tijd lang al met robotonderzoek bezig. Onder andere bij het Rathenau Instituut, dus vanaf 2008. En ook nu in Noorwegen ben ik daarmee bezig. En daarbij gaat het steeds om wat zijn de maatschappelijke effecten van die robots? En hoe gaan we dat sturen en hoe gaan we daarmee om? En een persoonlijke relatie met een robot. Ik ben eigenlijk niet zo'n early adapter, dus ik heb geen robotjes thuis, zoals sommige robotici. Maar een van de robots die ik, net als heel veel anderen, wel heel erg cute vind, is Paro, dat zeehondje. Dus die oprukt in verzorgingstehuizen. En daarbij eigenlijk niet zozeer een zorgrobot is die zorg geeft, maar een robot is die zorg nodig heeft. En juist daarom effect heeft op ouderen en dement. Dank u wel. Onze laatste gast, en niet de minste, Robert Wendt. We kunnen niet nalaten omschrijving van die journalisten aan u geven, even te noemen. In dit geval de correspondent. De best geïnformeerde econoom van Nederland, vooraanstaand onder vakbroeders, maar onbekend bij het grote publiek. Dat gaat over u. Dat gaat nu gebeuren. We hebben u vooral uitgenodigd omdat u bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, een afkorting mond onthouden dit uur. En voor RTL interessante bijdragen heeft geschreven over de toekomst van de economie, de samenleving en de oprukkende technologie daarin. En wij hebben eigenlijk de indruk dat met name sinds de economische crisis de belangstelling van het algemene publiek voor de economie als vakgebied en voor economen is toegenomen. En
ook zo'n uitspraak als, nou, de economie is te belangrijk om aan economen over te laten. Bent u daar blij mee of is dat ook lastig? Nee, daar ben ik ontzettend blij mee. Sterker nog, wat jij nu zegt, economie is te belangrijk om aan economen over te laten. Dat is ook de titel van een van die stukken die ik samen met Hella Huuk bij RTL geschreven heb. En Piketty, misschien hier ook bekend, de Franse econoom die de ongelijkheid van vermogens op de agenda gezet heeft. Dit is ook een van zijn motto's. Economie is te belangrijk om aan economen over te laten. En ik denk absoluut dat dat cruciaal is. Dat het belangrijk is dat iedereen gaat zich verdiept in economie en wat er gebeurt. Want daar worden keuzes gemaakt die voor ons allemaal gevolgen hebben. En economen hebben, dat is niet een erg bescheiden beroepsgroep. Ik ken jullie beroepsgroep niet zo goed, maar van econoom, ik ben zelf econoom. Ik denk niet dat veel mensen aan een econoom denken als je vraagt wat zijn bescheiden mensen. Er zijn vaak beweringen en dingen van economen waar ze eigenlijk volgens mij helemaal niks over verstand van hebben. Maar dan zeggen ze gewoon, ik ben econoom. En dan gelooft iedereen dat ook. Dus volgens mij moet dat uitgedaagd worden. En vraag maar ook aan economen, waarom is dat dan zo? En leg dat eens uit. En dan denk ik dat je vaak verrassende antwoorden gaat krijgen of geen antwoorden. Dank u wel. Ik zie ook nog een vierde gast eigenlijk hier op het podium. Meneer Visser, wat heeft u, wie heeft u meegebracht? Ik heb Bleu meegenomen, die zit rechtsvoor op het podium. Bleu die amuseert zich op het ogenblik heel erg goed. Hij is nu volledig autonoom aan het luisteren wat er gebeurt. Dus als het goed is, als er een harde geluiden zijn of verre flitsen, dan zal hij ernaar kijken. En als hij zich gaat vervelen, dan zal hij af en toe boe roepen of hoera. Of, ik weet niet precies. Elke avond downloadt hij zijn eigen gedrag van het internet. Dus het is ook voor mij iedere keer een verrassing wat hij gaat doen. Oké, okay, nou ja, ons wacht een zware taak om hem en u niet te vervelen. Goed, ja, de opzet voor deze middag is eigenlijk als volgt. We willen het eerst hebben over de lezing die Asje heeft gegeven. Dus ook meer economisch perspectief. Maar ook een historische kant van hoe ver verhoudt deze ontwikkeling zich tot andere ontwikkelingen zoals de industriële revolutie. Welke maatschappelijke gevolgen brengen robots met zich mee? Dus niet per se alleen een economisch perspectief, maar ook, nou ja, het recht, het alledaagse leven enzovoort. Verder zijn wij te volgen op Twitter. We hebben een Twitteraar in het publiek. Misschien is dat leuk. En de mogelijkheid is er, en we willen jullie daar ook erg toe oproepen, om vragen te stellen. Dat kan hier bij Emma. Ja, stel je vraag even aan haar en dan passen wij even een moment in dat we die aan onze gasten kunnen voorleggen. Uitstekend. Als eerste dan huidige economische ontwikkelingen, invloed van robotica. Laat ik beginnen even Asscher te citeren in zijn toespraak, want daar hebben we het al twee keer over gehad. Asscher zei dus in september, robots worden in hoog tempo toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag, ze vragen nooit om loonsverhogingen, worden niet vertegenwoordigd door vakbonden en staken niet. Om een aanzienlijk deel van de bestaande banen zijn zij daardoor in staat werknemers te vervangen. Arnoud Visser, over welke ontwikkelingen in robotica en kunstmatige intelligentie heeft Asscher het eigenlijk precies? Kun je dat concreet maken? Ik kan dat concreet maken. Waar Asscher het over heeft is meer dan puur robotica, maar dat is ook de kunstmatige intelligentie. Dus dat is niet alleen de werkrobots, maar ook de robots die beslissingen nemen. Nou, een van de beroepsgroepen die als eerste werkloos gaat worden zijn de economen. Dus dat is jammer voor mijn mensen aan de rechterkant. Want wat je ziet is dat in de financiële markten het steeds belangrijker wordt dat er binnen een paar milliseconden een beslissing wordt genomen. Zo snel zijn mensen niet. Dus het zijn de programma's die tegenwoordig over ons geld gaan. Dus meneer Bent, bent u bang om uw baan te verliezen? Hoe staat dat voor andere mensen? Nee, ik ben totaal niet bang voor, want op mijn werk moet je denken. En dat kunnen robots nog niet. Ze kunnen wel kennis verzamelen, ze kunnen wel heel veel data analyseren, veel sneller dan ik. Maar creatief met dingen omgaan, combinaties maken, want wij bij de WR zijn wel altijd multidisciplinair. Dus in een team zitten economen, sociologen, psychologen, juristen. Nou, dat kan een robot voorlopig nog niet, dus ik ben persoonlijk helemaal niet bang. Nou, daar loopt u achter hoor. Ik weet niet of u laatst bij Okura heeft gegeten, maar IBM heeft een Watson gemaakt. Ja. En die hebben ze ingezet eerst om een soort van 2-for-12 quiz op te lossen. En recent hebben ze die uitgebreid om een superkok te maken, waar je een willekeurig aantal ingrediënten zegt en die daar of een conservatief of een meest innovatief
gerecht uit kan maken. Ja. Dat is getest op de Okura en het smaakt geweldig. Dus ook creativiteit kunnen robots al aan. Heb ik gelezen, maar beleidsadviezen maken, dat is toch even een ander verhaal dan wat gerechten bij elkaar kwakken. Het spijt me. Het zou kunnen juist dat de robots en bijvoorbeeld die Watson het begrip wat denken is en oordelen en beleid maken dwingt om dat her te definiëren. Zoals we ook eerst dachten dat een schaakcomputer of dat schaken denken was. En toen de schaakcomputer even goed of beter bleek dan grootmeesters, hebben we dat begrip wat denken geherdefineerd. Dat was niet wat die schaakcomputer deed. Nou, is dat nou wel waar? Want als ik dus bijvoorbeeld Tyler Cowen lees, ik weet niet of je dat boek kent, Average is Over. Hij schaakt zelf ook. Ik weet helemaal niks van schaken, ik snap er niets van. Mm-hmm. Zijn stelling is, de beste schakers zijn de schakers met een computer samen. Dus en die winnen nog steeds van een computer. Ja. Dus in die zin blijft het zo dat het complementair is. Toch? Ook zelfs bij schakers. Ja, maar je moet preciezer gaan zeggen wat dat dan is, ja, wat je dat doet. Is waar, dat ja. is waar. Asscher is denk ik wel ergens bang voor, om daar heel even nog naar terug te keren, voordat we het gaan hebben over echt de techniek van de robots nu. Waar is Asscher dan wel bang voor? Wat mag ik daar iets over zeggen? Ik was bij die speech, dus ik krijg heel vaak van die uitnodigingen en jullie waarschijnlijk ook. En meestal denk ik van nou, moet dat nou? Maar ik dacht, hier ga ik wel heen, want het leek me interessant. En ik heb ook helemaal geen spijt. Want je voelde het ook in de zaal, daar gebeurde echt wat. Want er is ook een half jaar aan gewerkt, weet ik. Ik ben ook wel eens bij zo'n sessie geweest, dat voor te bereiden. Dus aan die speech echt heel goed over nagedacht, hard aan gewerkt. Je hebt er zeker zin bijgedragen aan die speech. Nee, dat gaat heel erg ver. Maar ze hebben allerlei denksessies gedaan met mensen. Ze hebben ook rapporten van ons daar wel bij gebruikt. Maar daar werd echt iets neergezet wat een nieuw thema was. En dat zag je ook, want de weken daarna is het enorm in de kranten gekomen. En eigenlijk, je moet die speech zelf lezen. Je moet niet de krant lezen. Want ik heb dat daarna wel gedaan. En ze pakken bijna allemaal vooral het angstige aspect. Terwijl hij zei eigenlijk drie dingen. En volgens mij is dat, en daarom vond ik die speech zo goed. Hij zei, robots bieden kansen, economisch gezien, maar ook misschien in de zorg en in het onderwijs. Twee, maar er zijn ook risico's. En toen zei hij erbij, en dat vind ik heel goed dat hij dat zegt. Economen zeggen altijd, er komt wel weer nieuw werk, maar dat is te makkelijk. Dat moeten we nog maar afwachten, ben ik het heel mee. Ze zijn echt kampen onder economen daarover. En het derde wat hij zei, ik denk dat het ook cruciaal is, dat is er komt een ongelijkheidsprobleem mogelijk op ons af. Want die eigenaars van de robots krijgen straks een groot deel van de revenue. Dus hij zette ook de ongelijkheidsvraag op de agenda. En ook daar zie je, ook onder economen, interessante dingen over geschreven worden de laatste tijd. Ja, dit is een heel interessant onderwerp. Gaan we zo even op door, op wat economen daarover zeggen. Laten we eerst even kijken naar wat er technisch nu mogelijk is en welke voorspellingen wel ergens op slaan en welke niet ergens op slaan. Meneer Visser, waar bent u nou concreet mee bezig? Wat zijn de dingen die u kunt bijdragen? Nou, hetgene wat er de laatste jaren heel groot gebeurt, en ook juist in Nederland, en als Nederland moeten we daar ook gebruik van maken, is er zijn heel veel robots gemaakt die blind hun taak uitvoeren. En er was een robotica-conferentie in Nederland die ook gewoon puur robotica heette, voor robotica en industrie. En daar hebben ze vision bij toegevoegd. Dus de robots gaan om zich heen kijken en die gaan de omstandigheden, wat er op de lopende band voorin zit, gaan ze inspecteren en zich aanpassen. En op het moment dat je dat doet, dan kan je de robot ook niet meer kan je halen uit zijn kooi. En die kan je dan samen met iemand aan de productielijn zetten. En waar is dat aantrekkelijk voor? Niet als je grote producties maakt, wat zoals in Duitsland doen, maar juist de kleine kwaliteitsproducten die we in Nederland maken. Dus dat gaat de ontwikkeling die nu plaatsvinden, daar zou Nederland heel veel profijt mee kunnen doen als ze er groot genoeg op inzet. Maar dat betekent dat ook dat klein en misschien daardoor specialistisch werk daardoor bedreigd wordt, als je het even naar het economische trekt? Of is dat alleen een toevoeging aan de Nederlandse economie? Volgens mij is het alleen maar een toevoeging van de Nederlandse economie. Want hetgene wat je ziet, op het moment dat je een robot gaat gebruiken, dan gaat je kwaliteit omhoog. En hoge, dure kwaliteitsproducten is denk ik toch waar wij in Nederland ons geld mee moeten verdienen. En niet met de dingen die bij de senos liggen. Ik zie u knikken, mevrouw. Of ik zie uw hoofd schudden, mevrouw Smit. Wat? Ja. Nou, er gebeurt inmiddels op allerlei plekken. Melkrobots en in de landbouw is het al standaard. En we hebben eigenlijk al vanaf de jaren 60 een grote golf van industriële robotisering gehad. Dus in die zin komen de robots niet, maar zijn ze er al lang. De stap die nu gemaakt wordt, zeg maar, zijn de nieuwe robots die ook
zeg maar, vrijer kunnen bewegen. Die industriële robots zijn eigenlijk gewoon een soort verlengstuk van de machine. Die zijn nog eigenlijk heel dom. Terwijl inderdaad die nieuwe robots die kunnen waarnemen bijvoorbeeld. En daarop hun acties afstellen. Dus daarmee komt echt een nieuwe stap. En, of wat veel complexer is en waarvoor ook een veel complexere sociale omgeving nodig is. Dus die industriële robots die hebben geleid tot een hele herontwerp van die fabrieken waar eigenlijk geen mensen meer zijn, ook omdat dat gevaarlijk is. Als je robots in ziekenhuizen zet en laat samenwerken met artsen en verplegers, dan vereist dat een hele nieuwe, heel nieuw ontwerp van die omgeving en heel veel nieuwe veiligheidsmaatregelen enzovoort. En ik zie dat die stap eigenlijk nog heel ver weg is. Dat daar nog heel veel voor nodig is, omdat... Maar de robot is niet alleen in fysieke vorm de arbeidsmarkt aan het overnemen, maar ook meer als software. Er hoeft niet eens een lichaam bij te zitten. Wat zijn daar de gevolgen van? Je hebt drie soorten, zeg maar, robots of automaten. Je hebt puur de softbots, dus dat zijn de programma's die data analyseren en daar analyse van maken. Zoals de handelsrobot, zeg maar, op de financiële markt. Die hoeven geen body te hebben. Je hebt dan ten tweede de, zeg maar, virtuele bots die dus zich verstoppen in de auto, in het vliegtuig, in het gebouw. En dus wel naar jou kijken, ook actie kunnen ondernemen door als er brand is de brandweer te bellen. Maar over het algemeen zie je ze niet. In de verzorgingstehuizen is dat bekend als, zeg maar, de stem van God. Als er plotseling als er gevallen is, de stem van de verpleegster uit de speaker komt van hoe gaat het met u en moet er iemand komen? Het laatste is dus de echte robots die een fysieke vorm hebben. In het verzorgingstehuis vinden we dat ook heel erg fijn, want de mensen hebben dan het idee van als men even niet gestoord kan worden, dan kan je een kleedje over die robot gooien of je kan hem uitzetten. En dat is veel aantrekkelijker dan dat de camera's overal lijken te zijn en ook dat je nergens meer met het veilig kan schuilen. Ja. In feite is zo'n dingetje, zo'n fysieke robot, misschien wel menselijker dan een verborgen systeem. Ja. Ja. Marijntje Smits, u hint er net al op dat sommige dingen lastiger zijn dan gedacht. En dan hoorde ik van ik bedacht niet hoe ik het moet uitspreken, Polanyi's paradox. En die zegt dat impliciete of intuïtieve vaardigheden van mensen eigenlijk heel lastig aan te leren zijn aan robots. Lastiger dan gedacht. U zei ook al, veel ontwikkelingen lijken verder weg dan gedacht. Kunt u daar voorbeelden van geven van wat eigenlijk lastiger is dan men misschien 10 jaar geleden dacht? Even denken. Ja, nou heel exact, een voorbeeld schiet me nu niet te binnen, maar in het algemeen zijn robotici erg enthousiast. En krijg je steeds het gevoel dat de robots echt op de drempel staan van de verzorgingshuizen en de scholen. En dat de zelfrijdende robot, dat proefexemplaar wat nu rondrijdt in Californië van Google, dat eigenlijk volgend jaar al te koop zal zijn. En dat is... Dat is niet zo. Dat is niet zo. Ja. Nou, hoe komt dat, dat dat niet zo is? Ik denk dat in de robotonderzoek is traditioneel heel erg technology push, zeg maar. Het wordt, zeg maar, door experts, robotexperts ontworpen. Maar er is zelden veel interactie met de vraagkant. Dus veel techniek wordt niet ontworpen met sociale praktijken. Dus met... de zorg en de cure. En dat betekent dat eigenlijk heel veel mooie spullen staan te wachten om gebruikt te worden. Maar, ik ben dus niet de robotexpert, maar ik twitter nog wel eens wat en ik lees nog wel eens wat. Dus ik weet wel een paar voorbeelden waar je, denk ik, die je kunt noemen. Eentje is, er wordt heel veel, dat is dan meer in de sfeer van de Internet of Things. Er wordt heel veel gemaakt van een koelkast die je melk kan bestellen. Ja, ja, ja. Maar er werd in 2000 ook al over gepraat. Alleen het probleem is, de logistiek is niet opgelost. Want je moet nog steeds thuis zijn als die melk afgeleverd wordt. Dus het is wel leuk, maar... Dus daar zie je iets waar allerlei praktische barrières zitten.
om dat op grote schaal ingevoerd te krijgen, die Internet of Things, want ik begrijp ook van mensen die daar wel in thuis zijn, dat ben ik dus niet, dus ik praat ze na, is dat er ook nog nauwelijks iets praktisch uit voortgekomen is voor de consument. Dus dat gaat misschien wel komen, maar het loopt. Ja. En het, ik vind het mooiste voorbeeld eigenlijk, Foxconn, dus die in China, die maken onze iPhones en iPads, die schroeven ze in elkaar. Foxconn kondigde op een gegeven moment aan, we gaan 1 miljoen banen vervangen door robots. Hebben ze teruggedraaid, want die robots die bleken niet precies genoeg te zijn. Er bleken allerlei problemen, dus ze zijn nu weer 100.000 mensen aan het werven. Voor de, en dan gaan ze over een paar jaar wel opnieuw proberen, maar je ziet dus dat vaak enorme overdrijving zit. En ik heb heel wat discussies inmiddels nu meegemaakt over robots. En mijn eerste vraag is tegenwoordig altijd aan mensen, over welke termijn heb je het dan? Want sommige mensen praten over 50 jaar, alsof de singularity om de hoek is. En anderen hebben het over 3 jaar. En ik beperk me dan liever altijd maar een beetje tot de korte termijn. En de lange termijn is ook interessant, maar daar weet ik dan echt niks van. En dan valt een heleboel af en dan gaat het heel veel over die problemen die jij noemt. Sociale, ethische, juridische ook, juridische. Wat denkt u over die termijnen, meneer Visser? Wat voor termijn bent u zelf bezig? Nou, het voorbeeld werd gegeven over de zorg en over de rijdende robots. Nou, met de zorg ben ik het eens dat het nog lang zal duren voordat we heel veel zorgrobots rond zullen zien rijden in verzorgingstehuizen. Dat komt niet zozeer door dat we technologisch niet kunnen, maar het komt voornamelijk omdat de mensen die in de zorg werken relatief goedkoop zijn. En het dus verschrikkelijk moeilijk is om te concurreren met de mensen in de zorg. Het andere voorbeeld van de Google Car, daar is het juist de andere kant op. Google heeft aangetoond dat het mogelijk is met een vrij dure auto om volledig autonoom 3 jaar zonder enig ongeluk rond te rijden. Wat je ziet is dat alle autofabrikanten nu ook aangegeven hebben van ja, we kunnen het. En we gaan ook dit gefaseerd invoeren. En ze hebben allemaal de roadmap erin zitten voor de komende 12 jaar. Wanneer wat, welke functie ingevoerd wordt. En dat gaat gefaseerd. Want zij kijken wel naar hun klanten. En het gaat eerst dat je in de file wat het, de automaat aan kan zetten. Ja. Dat je waarschuwing krijgt als je in slaap valt. Dat hij het overneemt als je dronken bent. Ja. En et cetera, et cetera, et cetera. Het is toch wel grappig. Ja, want je zou eigenlijk denken dat autorijden bij uitstek iets is dat heel erg moeilijk is, waar een mens heel erg een intuïtie voor heeft. Ik bedoel, je kunt me uitleggen hoe een auto technisch werkt, maar dat helpt mij niet om auto te rijden. Ik moet dat leren door gewoon heel veel te oefenen. En het grappig eigenlijk dat robots daar toch goed in zijn geworden. Nou, degene die aan de Google Car heeft gewerkt, de Sebastian Truun, die heeft ook een toespraak gehouden waar hij vertelt waar zijn motivatie vandaan kwam. En zijn motivatie was dat toen hij net 16 was, zijn beste vriend overreden was door een dronken chauffeur. En dat hij zich de rest van zijn carrière concentreren om inderdaad de grootste bron van ongelukken in het verkeer, namelijk de mens, om die uit te roeien. De fout, niet de mens. Maar je ziet in dit voorbeeld van ook dat het niet echt gaat om een revolutie, maar eigenlijk om een evolutie. Want er zijn in de geschiedenis en ook nu al heel veel functies in die auto geautomatiseerd. Het is het automatisch inparkeren is een voorbeeld. En je kan, als je dat extrapoleert, kom je uit bij die auto zonder bestuurder. Maar het is in feite al gaande. Ja. Maar om ook echt die stap te maken naar een auto zonder bestuurder, zal volgens mij ook die hele omgeving van het verkeer anders ingericht moeten worden. Nou, deze maatschappelijke gevolgen, daar gaan we het aan het einde van dit uur over hebben. Eerst wil ik even terugkeren naar de voorspelling. Daar kun je dan allerlei economische voorspellingen aan koppelen. Hoe gaat het met de werkgelegenheid als deze technologie enorm toeneemt? Nou ja. Hoe snel dat gaat, weten we niet. Maar ik wil even een citaat van Keynes aanhalen. Ik weet eigenlijk niet of je Keynes of Keynes zegt. Ik zeg altijd Keynes, maar Keynes. Je moet gewoon doen wat je wil. In 1930 schreef hij een essay over de toekomst van zijn kleinkinderen. Dus ongeveer in de tijd leven wij nu. Hij zei, we are being afflicted with a new disease of which some readers may not yet have heard the name, but of which they will hear a great deal in the years to come. Namely, technological unemployment. This means unemployment due to the discovery of means of economizing the use of labor, outrunning the pace at which we can find new uses for labor. Oftewel, de technologie gaat zo snel dat er op een gegeven moment geen werknemers meer voor nodig zijn. En daardoor komt er werkloosheid. Nou zijn economen erover verdeeld of dit dan structurele grote werkloosheid gaat opleveren of niet. En hoe zit dat, meneer Wendt? Dat is heel simpel, dat weet niemand. Dat moet gewoon blijken. Dus... De
de redenering vaak van mijn collega-economen is van, nou ja, kijk, we hebben dit al eerder gezien. We zijn van landbouw naar industrie overgegaan. En dat heeft niet de massawerkloosheid opgeleverd. We zijn nu eigenlijk van industrie naar diensten ook overgegaan. Als je vandaag weer het Centraal Bureau voor Statistiek heeft de nieuwste internationaliseringsmonitor, dan zie je dus dat Nederland op dit moment al 60% zelfs van zijn export uit de diensten haalt. Want dat zit in die industrieproducten verpakt. En dat is goed gegaan, dus dit zal ook wel weer goed gaan. Dat is meestal de standaardredenering. Nou, dat is een leap of faith, zeg maar. Dat moet je dan maar geloven. En er zijn een aantal dingen, redenen waarom je zou kunnen zeggen van, nou, misschien gaat het in dit geval wel niet zo. En die economen zijn er ook. En als ik zou moeten kiezen, nu zou ik meer in die kant gaan zitten, denk ik. Want je ziet eigenlijk internationaal gezien ook dat er echt op het niveau van middenniveau banen, zeg maar. Dus niet meer het simpele automatiseren wat we in Nederland gehad hebben met de schoenen en de textiel en de scheepswerven in Amsterdam. Het is allemaal voor jullie tijd, maar ja. Ik heb de demonstraties nog voor het behoud van ADM meegemaakt hier. En van Ford moet blijven in Amsterdam en zo. Allemaal voor een groot deel weg. Nu zie je dus dat banen op het middenniveau aan de beurt komen. En we hadden laatst bijvoorbeeld een overleg met ambtenaren van verschillende ministeries die hiermee bezig zijn. En die zeiden, dat had ik niet eens aan gedacht, zeiden, misschien is het wel zo dat niet dat dat op een gegeven moment weer ophoudt bij dat middenniveau, zoals ook op dat onderste niveau. En dat je dan de onderkant van het bovenste niveau gaat krijgen. Dus, maar niemand weet dat nog. Dus je moet al je opties openhouden. Want wat is nu precies het middenniveau bijvoorbeeld? Waar moeten we aan denken? Nou ja, alles wat ik zei net even simpel. Ik ben niet bang dat ik mijn baan verlies, want daar moet je voor denken. Maar een deel van het werk wat denken is, dat is eigenlijk natuurlijk nu deels al aan het verdwijnen. Alles wat ik op mijn hardloopclub zitten, jongens, die werkten bij Achmea bijvoorbeeld, of bij zo'n grote verzekeraar. Nou, die zeggen gewoon, duizenden mensen gaan er daar uit. Omdat werk waarvan ze altijd dachten, dat zal altijd blijven, toch automatiseerbaar of robotiseerbaar is. Mag ik een vraag stellen? Want wat ik me hierbij afvraag is of het aan de machine ligt, hè, aan de digitalisering en de robotisering, of aan de economische randvoorwaarden, de politieke randvoorwaarden die daar aangesteld zijn. Want op zich, het zijn maar machines in die zin. En het zijn juist de economische condities nu op dit moment die zorgen voor een groei van de werkloosheid. Dus we kunnen. Dat is lastig met economen. Als je twee economen hebt, heb je drie meningen. Ja. En dat zei Keynes ook volgens mij een keer. Maar en dat is in dit geval ook zo. Kijk, de redenen waarom wij nu. Dat is een debat op zich waarom bijvoorbeeld het nu slecht gaat, ook economisch en met dat soort banen. Dat is eigenlijk een combinatie, dat is volgens mij het meest zinnige wat je erover kan zeggen, maar precies de weging daarvan, daar gaat dan discussie over tussen globalisering, technologische ontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld een enorme verschuiving in waar de inkomsten uit de economie naartoe gaan. Want je ziet overal een enorme daling van het arbeidsinkomen en een stijging van dus ongelijk, het kapitaalinkomen. Ja. Dus maar als dat, mensen minder, dat dus, pleit voor mijn. Ja, zeker. Dus ik denk dat je een punt hebt, maar dit is wel een hele grote discussie waar enorm verschuiving trouwens in is. Want 10, 15 jaar geleden zeiden economen bijna standaard, het kan niet door globalisering komen. Want handel is altijd goed volgens economen. Goed, ja. En nu zie je dus dat ook economen die dat 10, 20 jaar geleden zeggen, David Alter bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, zegt nu 40% van het banenverlies komt eigenlijk omdat we China nu ook op de wereldmarkt hebben. In de Verenigde Staten. Ja. Dus dat soort dingen kun je moeilijk uit elkaar trekken. Ik ben dan toch een beetje een beta, dan wil ik graag de cijfers weten. Hoe kun je nou daar statistiek op bedrijven? Hoe kun je dit weten? Economen zijn erover verdeeld, maar zijn er echt concrete aanwijzingen voor statistische bureaus die zeggen van, nou, we kunnen zien dat zoveel procent van de banen verdwijnt door technologie? Is dat überhaupt mogelijk? Ja, ik kan dat zelf helemaal niet. Ik ben geen econometrist, maar dat gebeurt dus wel. Ja. Je hebt dus echt allerlei studies waarin dat ook van centrale banken in de Verenigde Staten, want die hebben er een heleboel, hè. Centrale banken, we hebben er één. Ze hebben een heleboel, die hebben heel gedegen studies vaak waar ze proberen dat uit elkaar te pluizen en dat ook echt met allerlei econometrische trapezenwerk, waar ik echt helemaal niks van begrijp, dat sla ik gewoon altijd over als ik een artikel lees. Maar proberen dat te kwantificeren en dan zie je dat dus er wel een verschuiving in zit, dat daar vroeger werd alles aan de technologie geweten en nu zie je dat ongelijkheid daar ook een beetje in begint te komen en al langer zie je dat ook globalisering daarin zit te komen, als je die al uit elkaar kan halen, want hoe kun je nou technologie en globalisering uit elkaar halen? Ja. Voor een deel is dat natuurlijk hetzelfde waar je het over hebt. Ja. Ik wil nog even benadrukken voor de mensen in het publiek dat het zeker mogelijk is en dat vinden we ook heel leuk. Als jullie vragen stellen, meld je dan hier bij Emma en dan vinden we een geschikt moment. Dus doe dat vooral. Of opmerkingen of dingen waar je het niet mee eens bent, kom vooral langs. Wat wilde u zeggen? Nou, ik wilde nog iets zeggen over Keynes, die dan ook voorspelde dat we als gevolg zeg maar, van de nieuwe technologie nog maar 10 uur per week zouden gaan werken in de toekomst. Dat is ongeveer nu. Waarom? Keynes was naïef, omdat hij
zeg maar, de culturele dynamiek onderschatten, waarin we steeds juist nieuwe behoeftes en nieuwe praktijken creëren. En dat is een heel belangrijk aspect van de economie. En dus we hebben een soort van tijdwinstmythe. Als we maar die machines en die robots inzetten, dan hebben we minder werk. Maar ondertussen, denk maar aan het eenvoudige voorbeeld is e-mail. We denken veel makkelijker om een brief te sturen. Maar ondertussen sturen we veel meer brieven. Dus we hebben een hele nieuwe behoefte geschapen. En we zijn de hele dag bezig met e-mails. Maar nog een ander voorbeeld geven? Dat zal ook met robots gebeuren. Ja. Hoe dan ook. Robots zullen nieuwe behoeften scheppen die we nu nog niet kennen. Of die we nu uitvinden. Wat ik een mooi voorbeeld vind, dat was van de week was daar bij een van die blogs. Had iemand dat berekend. Die was gaan kijken hoeveel we korter waren gaan werken sinds 1850. Nederland is dus het land waar het kortst gewerkt wordt. Er wordt vaak gezegd, die Grieken zijn lui. Nederland wij zijn veel luier. Ja. Maar wat, en die had dus het prachtige, daarnaast had hij gezet hoeveel uur we tv kijken. En de conclusie was dus dat we de tijd die we korter zijn gaan werken eigenlijk voor de tv zitten. Dat is natuurlijk te kort door de bocht. Maar dat is wel een voorbeeld van waar je ziet dat iets wat er gewoon 50 jaar geleden niet was. Ik weet nog dat wij de eerste tv kregen thuis. De enorme tijd en zo zijn er constant nieuwe dingen. En dat had Keynes inderdaad, dat had hij niet voorzien eigenlijk. Ik wil het ook even hebben over de... Hebben we een vraag? Ja, oké. Nou, ga je gang. Oké. Thomas Piketty, die haalde u net al aan. Hij heeft ook gezegd dat ongelijkheid daalt als een land zich meer ontwikkelt. En misschien kunnen we deze technologische ontwikkeling ook zien als een land die, als in het land wordt doorgevoerd, dat het zich dan meer ontwikkelt. En daarom vroeg ik me af, hij zegt, volgens hem zijn herverdelingsmechanismen nodig om daarvoor te zorgen. Vooral de techniekfilosofie, wat voor een herverdelingsmechanisme zouden we aan kunnen denken? Daar moet vast over na zijn gedacht. Het is niet het terrein van techniekfilosofen, hè? Dit is een economisch terrein. Maar inderdaad, we moeten samenwerken. Ja, hoe moeten we omgaan met de impact van die technologie? Mag ik zo samenvatten? Moeten we ons aanpassen aan die robots? Moet die robots ons aanpassen aan ons? Of? Ik ben als techniekfilosoof er heel erg voor dat, we techniek in een zo vroeg mogelijk stadium van de ontwikkeling vertalen naar allerlei sociale praktijken en daar toe-eigenen. Techniek is vaak alleen nog maar een belofte en de manier waarop die gaat werken kan alleen maar in concrete praktijken. Dus gebruikers moeten hun wensen, wat ze willen met die machine, gaan formuleren en niet dat door anderen laten bepalen. Zeg maar. Maar of dat tot herverdeling lijkt, het gaat over macht, die herverdeling. En waar ligt de zeggenschap? Wie gaat zeggen wat die robots gaan doen? En op dit moment in de wereld zie je juist dat, in het neoliberale tijdperk, dat die zeggenschap verder af is gedreven van de werkvloer. Dat is bijvoorbeeld op de universiteit zo. Na de MUP in 1994 of 1996 was eerst veel zeggenschap op de werkvloer van de vakgroepen. En steeds meer hebben universiteitsbesturen die rol gekregen door de kwaliteitscriteria en de outputcriteria te mogen bepalen. En dat zie je zeg maar in alle sectoren. Mag ik dat misschien... Ik ben geen econoom, maar mag ik dat samenvatten als de macht verschuift van werknemers naar degene die het kapitaal hebben of die de robots bezitten? Het is kort door de bocht, maar ik denk wel dat dat iets is wat belangrijk is. En als je dus kijkt naar hoe robotica gaat uitwerken, moet je daar mee ook rekening houden. En ik zou ervoor zijn om inderdaad die zeggenschap weer laag bij de professionals te leggen. Wat denkt u hierover? U staat aan die andere kant van de... Ik ben robot-eigenaar. Zullen we maar zeggen. Ja, wat ik denk is, zeg maar, de robots die zijn tot nu toe ingezet in grote grafieken, dus bij het grootkapitaal. Ik denk juist dat nu de verschuiving gaat dat de robots ingebruikt gaan worden bij het midden- en kleinbedrijf. En ik denk dus juist dat dat de robots veel meer beschikbaar worden voor de mens zelf. Dus ik denk dat dat zichzelf vanzelf keert. Dus de ontwikkelingen in deze zijn positief. Maar wat bedoel je met de mens zelf? Worden we allemaal robot-expert? Wij worden allemaal ondernemer. En experts aangaat, om de gebruikers te vragen wat ze willen, dat is wel vaker geprobeerd. Maar als je vraagt, goh, wat wil je hebben? Dan is het enige van, nou, hetzelfde als wat ik heb, maar iets groter of whatever. Ford heeft die quote van, als ik naar mijn gebruikers had geluisterd, dan reden we nog steeds rond in een koets.
Meneer Wendt, ik wil eerst nog even in reactie op wat jij net zegt. Hal Varian, dat is de chief economist van Google. Die heeft op een gegeven moment gezegd, als je wil weten wat de mensen over 5 jaar willen, dan moet je kijken naar wat de rijken nu hebben. Dus bij zijn stelling was bijvoorbeeld, er komen dus zelfrijdende auto's, want de rijken hebben namelijk een auto met chauffeur. En dan krijg je dus de arbeidersvariant daarvan, zelfrijdende Google-autootjes. Dus in die zin denk ik dat je daar wel een paar dingen misschien over kunt zeggen, welke kant dingen op zullen. Mobiele telefoon is natuurlijk eigenlijk hetzelfde voorbeeld. Maar mijn punt wat ik eigenlijk wil maken op die dame die nu alweer over die verdeling. Ja. Wat je dus ziet, en dan gooi ik even een economenterm in, maar het is toch wel handig om die een keer gehoord te hebben. Economen hebben het vaak over wat ze noemen skill bias technical change. En dat betekent dus dat de technologische ontwikkeling zo is dat als jij hoger opgeleid bent, dan verdien jij meer. Dat is even heel simpel. En die term die geldt al heel lang. Dus voor economen is het vaak zo dat als ze inkomensverschillen verklaren, dan verklaren ze het daarmee. En daarom is het antwoord ook altijd meer onderwijs voor iedereen. Meer en beter onderwijs. Totdat we allemaal een PhD hebben, zeg maar. Ja. En wat je nu ziet, dat is dat er een nieuwe term in discussie is gebracht. Onder andere door Paul Krugman, Nobelprijswinnaar. Is capital bias technical change. En wat daarmee bedoeld wordt, dat is dat de technologische veranderingen zo zijn dat de factor kapitaal, dus de eigenaars bijvoorbeeld van de bedrijven die de robots maken, dat die zoveel, een steeds groter deel binnenkrijgen van wat die economie oplevert. En wat je dus ziet, en dat is dan dus de vraag, wat kun je daarmee doen? Er zijn dus voorstellen die ik zelf heel leuk vind om over na te denken. Bijvoorbeeld van Richard Freeman, is een internationaal top-econoom, die stelt dus voor dat de revenuen van robots in een fonds moeten komen. En dan net zoals bijvoorbeeld in Noorwegen hebben ze een oliefonds, maak je een robotfonds. En dat iedereen bijvoorbeeld op het moment dat hij geboren wordt, recht krijgt op een bedrag daaruit of zo. En dat je daarmee dus toch een verdelingsmechanisme in werking kunt zetten. Wat je overigens wel moet, want als straks de eigenaars van de robots alles verdienen en wij niks meer, wie koopt die spullen dan nog? Exact. Maar met dat, uit dat robotfonds, moet je dat weer investeren in je eigen robotica? Of? Dat is volgens mij, ik schijnt dat ze in Canada zoiets al hebben. Dat je $3000 krijgt of zo als je geboren wordt. Ik wist er niet van, maar dat las ik laatst. Maar dan mag je zelf weten wat je daarmee doet, denk ik. Er is nog een vraag. Ik voel me af, het feit dat deze discussie nu zo heerst en dat er een soort van angst en zorgen bestaan over waar het heen gaat, dat suggereert dat we denken dat we een zekere mate van controle hebben over de richting waar dit op gaat en zo. Ja. Maar ik heb ook vaak het gevoel dat dat robotlab van meneer Visser zo ver van de Zuidas en Den Haag verwijderd zit en dat ze zo enthousiast zijn dat ze zich echt niet laten tegenhouden nog door enige morele bezwaren. Door enig moreel bezwaar. Oké, meneer Visser. Dan meneer Visser, ja. Is het zo dat onderschat ik dat? Is er een soort, wordt daar heel veel over nagedacht? Er wordt wel heel veel over gediscussieerd, maar tegelijkertijd heb ik de gedachte, technologie kan je altijd misbruiken en goed gebruiken. Hetgene wat jij maakt kan altijd op een goede manier gebruikt worden en op een slechte manier gebruikt worden. Om het idee te hebben op het moment dat jij de maker bent, dat je nog steeds eigenaar bent van het product, dat vind ik te ver gaan. Dus ik doe mijn best om zo goed mogelijk product te maken. Wat men ermee doet, dat is aan de maatschappij. Het beeld wat je nou geeft is eigenlijk het beeld van de techniek als een soort trein die maar voort blijft rollen en niet te stoppen is. Dat is eigenlijk een heel dystopisch beeld. Een ouderwets beeld over techniek, alsof het een autonome macht is die niet mensenwerk is. En zolang hij hier blijft en niet met de Zuidas en met Den Haag in gesprek is, gebeurt er volgens mij niet. Of niet zoveel, blijven ze met al die mooie spullen in hun lab zitten. Ik heb je ontmoet in Den Haag, hoor. Ik heb jou in Amsterdam ontmoet. Misschien is het wel een goede opmaat naar een ander onderwerp waar we het over willen hebben. Dat zijn dus inderdaad doemscenario's. Er zijn nogal veel mensen die in kunstmatige intelligentie en robotisering grote gevaren zien. Over kunstmatige intelligentie hebben bijvoorbeeld een professor uit Oxford, Nick Bostrom, die zegt: "The train might not even pause or decelerate at Humanville Station." Dan heeft het dus over de trein van de techniek die maar. Ja, dat is. It is likely to swoosh right by. Is dit echt te angstig gedacht? Of wat denkt u hierover? Ja, het is lastig, hè? Dat soort grote uitspraken kun je niet zoveel mee. Wil ik u toch vragen, Martijn Smit?
Oh, je vroeg het aan mij? Nee, ik vroeg het aan meneer Visser. Maar, ik kan er wel iets over zeggen. Nou, mijn proefschrift gaat hier ook over. Dus dat proefschrift Mondsbezoeking. Het gaat over dat eigenlijk elke keer als zo'n technische innovatie zich voordoet. En dan kijk ik ook ver terug naar bijvoorbeeld de stoommachine of de stoomtrein of de kernenergie en de genetische technologie en zo. Dan zie je dit soort verhalen. Dat zijn zeg maar utopische en dystopische verhaallijnen die altijd al klaar liggen. En die weer vertaald worden in die nieuwe technologie. En dat zie je nu met robotica ook. Dus het is niet te stoppen, het komt over ons heen, wat jij net zei. En het belooft grootse toekomsten, meer welvaart, minder tijd aan werk enzovoort, meer gezondheid. En aan de andere kant zie je dus het doemverhaal van... We gaan eraan. En het zijn beelden, het zijn verhalen, je kan hun waarheid niet toetsen, je kunt ze niet verifiëren, alleen achteraf. Ik zou zeggen, die verhaallijnen die zijn ook heel performatief. Want ze zetten ons aan de gang om allerlei dingen te doen, om het waar te maken en tegelijkertijd om bij te sturen. Ja. Dus we hebben ze nodig. Ja. Wat vind ik ervan? Nou, ik denk dat het een noodzakelijk verschijnsel is van elke toe-eigening van innovaties, dat we die verhaallijnen hebben. Ja. Dus zo'n uitspraak van Hawking ook, staat hier achter, the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Ja. Dat ja. hebben we nodig, dat iemand dat af en toe tegen ons zegt. Ja, want daardoor beginnen we te denken, als het ware, van wat willen we er echt mee? Ja. Nou, ik heb een paar van die ontwikkelingen meer in detail bestudeerd en dat geconcludeerd. Bij plastic bijvoorbeeld, wat ook een monster was, kunststoffen. Dat juist door die discussie, door die verschillende verhaallijnen, er een soort van... dat die discussie steeds genuanceerder wordt en dat er wordt gezegd van deze toepassingen zijn wel interessant en deze zijn niet interessant. Ja. Ja. Arnoud Visser, u stak net uw hand op. Ja, er werd gezegd inderdaad van technologie is een trein en die dendert door. Dat is niet het goede beeld. Technologie is dat we aan het versnellen zijn. En, als roboticus kan je wel zeggen van ik ben bezig met mijn eigen vakgebied. Maar de versnelling die technologie veroorzaakt, want we gaan steeds harder met de technische ontwikkeling, omdat je steeds meer kruisverbanden hebt van de ene technologie met de andere. Dus hetgene wat de waarschuwing van Kurzweil is dat robotica samen met de nanotechnologie en met de kunstmatige intelligentie nieuwe dingen creëert. Dus je kan wel in je eigen vakgebied opletten van waar zijn we bezig. Maar je kan zelf altijd maar kleine stapjes maken. Maar het zijn andere mensen die het combineren met andere technologieën. En daardoor gaat het steeds sneller en sneller en sneller. En dat de maatschappij nadenkt van welke richting willen we opgaan, is prima. Maar je moet niet de illusie hebben dat je in je robotlab daar alleen zit. En dat de ontwikkelingen die jij in je lab doet maatgevend zijn. Het zijn juist de kruisverbanden met je collega's in Italië, in Colombia, in Canada. Die zorgen dat het steeds sneller gaat. Volgens mij is dit, daar kan ik me helemaal in herkennen. Maar dat moet je dan denk ik nog breder maken. Want dan is het inderdaad met je collega's. Maar is het dus ook. Kijk, door mijn werk, ik heb veel met beleidsmakers te maken. En er zit toch, en daarom zijn die verhalen denk ik ook inderdaad nuttig. Er zit toch altijd een soort fascinatie met alles wat blinkt en wat nieuw is en wat modern is. Want daar kun je mee scoren als politicus. Kijk eens wat ik doe, kijk eens wat wij doen. Dus dat er dan twijfel ook gezaaid wordt, is denk ik nodig om de voeten op de grond te krijgen. Want er zijn juridische vragen. Ik praat ook wel eens met juristen over dit soort dingen. Nou, je valt echt van je stoel. Die zegt, over heel veel dingen is gewoon nog niks geregeld eigenlijk. Ja. Ik lees stukken uit de Verenigde Staten dat daar een discussie nu loopt. Een robot die dus, dat vertelde mensen uit Delft mee. Hè, van, jij zei er volgens mij net ook, vroeger een robot in een fabriek, er moest een hek omheen. Want hij kon ineens een zwieper geven en dan raakte die iemand. Nu hoeft dat niet meer per se, maar er zijn dus nu discussies aan de gang. Wat is nog acceptabel als jij één keer per maand een duw krijgt van een robot waar je mee werkt en een SRAM? Of één keer per 6 maanden? En hoe gaan we dat meten en wie is daar dan voor verantwoordelijk? Dus al dat soort vragen, die lopen altijd achter op wat technisch kan. Maar die zijn wel heel cruciaal. En als je historisch kijkt, en dat zeg je eigenlijk net ook, dan is dat altijd een strijd ook die gaat over wat wel en niet kan. En hoe je het toegepast wil hebben en wat je daarin toestaat. En daarvoor heb je juridische vragen, je hebt ethische vragen. Wie gaat bepalen hoe zo'n Google-auto, wat hij moet doen als hij een hond gaat doodrijden of 3 kinderen of jou? Ja, wie gaat dat bepalen? Wie gaat dat schrijven? Is daar nu, ik bedoel,
dat is de grote belemmering. Is men bezig in Den Haag? Of hoe gaat dat? In Den Haag? Ik denk het niet. Ik denk dat minister Schultz heeft nu gezegd, wij gaan ruimte creëren om daarmee te gaan rijden met die auto's. Dat is een begin. Ongetwijfeld zullen ze ook wel naar dit soort dingen kijken. Maar dat is eigenlijk pas een volgende stap, denk ik. Maar jij weet daar misschien meer van hoe dit in de praktijk gaat nu. Ik heb ook samengewerkt met het ministerie van Transport. En in 1995 heb ik al op de nieuwe snelweg die tussen Leiden en Utrecht aangelegd werd, hadden ze al gebruikt als proeftraject om met treintjes van auto's te rijden. Ja, dus Nederland is heel goed met transport en is heel goed aan het nadenken wat het mogelijk is. Maar dat is 20 jaar geleden. Dat is 20 jaar geleden. En, en het gaat, die belofte die lossen we nu in. Oh. En, je weet het nooit. Wat je ziet van de Google Car, waar is die, wordt het aantrekkelijk voor? Vooral in Amerika is dat erg aantrekkelijk, omdat ze daar slecht openbaar vervoer hebben. Die luxe hebben we hier wel in Nederland. En hetgene wat je daar gebeurt is als jij 70 bent en niet meer zo goed kan autorijden, dan kom je in een sociaal isolement. Klopt. Op het moment dat jij genoeg geld hebt, kan je voor een ton een auto kopen en die kan voor je rijden. En mijn moeder die is 2 keer spook gereden voordat ze de auto wegdeed. Op dat moment, als jij die nieuwe auto kan kopen, dan kan je veilig blijven rijden. Ja. En dat zijn de sociale consequenties die er zijn. Ja. Op het moment dat je een autonome auto hebt. Ik wil u even onderbreken om je te vragen om iets meer in de microfoon te spreken, vooral. En Uber springt in datzelfde gat trouwens. Uber probeert dat dus ook met heel laag betaalde chauffeurs op te lossen. Dus die slag die komt ook nog, bijvoorbeeld. Hè? Ja. We hebben een vraag uit de zaal. Van artificiële moraliteit en zo. Dat wordt natuurlijk belangrijk, inderdaad, met de vraag met de Google Car. Maar om wat minder ver in de toekomst te kijken. Het departement van Defensie in Amerika is al bezig met autonome militaire robots ontwikkelen. Ik weet niet precies hoe ver ze daarmee zijn. Hoe voorzien jullie daar de legale en consequenties binnen oorlog van? Ja. Oorlog. Altijd. Oorlog. Ja. Moraal op zijn spits drijven natuurlijk. Ja, het eerste wat mij te binnen schiet is dat oorlogsvoering is sowieso al aan het veranderen. Het ging vroeger om legers van menselijke krachten, strijdkrachten en wie het meeste slachtoffers maakte, zeg maar. En nu zie je dat technologische ontwikkeling heel erg gericht is om zo min mogelijk slachtoffers te maken aan eigen kant. Maar dat betekent dat dus de vijand andere methoden moet gaan verzinnen om je te raken. En je kunt bijvoorbeeld de opkomst van het terrorisme daar in dat licht interpreteren, dat zeg maar die wapenwetloop die plaatsvindt, dat je op andere manieren gaat proberen de vijand te raken. Dus ja, je vraagt van wat heeft het voor. Dat is een antwoord op je vraag. Wat heeft het voor consequenties voor oorlogvoering en defensie? Een deel ervan, dat je dus minder snel slachtoffers maakt aan je eigen kant als je gewoon robotsoldaten neerzet. Ja. Maar aan de andere kant is een robot misschien ook minder geneigd om zich door emoties te laten leiden. Die kan zich misschien beter aan de rules of combat houden. Ja. Ja, dat is het argument van Arkin, van Ronald Arkin. Die heeft dan de ethische robot ontwikkeld. De ethische soldaat, die niet onder stress de verkeerde beslissingen maakt en de verkeerde man doodschiet of wat. Ja, ja, meneer Visser. Ja, het klopt inderdaad. Het Amerikaanse leger is heel druk bezig om te zorgen dat er minder slachtoffers zijn, zowel bij hunzelf als bij de burgerslachtoffers. Maar dat gebeurt zeg maar op andere manieren dan de meeste mensen denken. Een van de grootste problemen die het Amerikaanse leger heeft is dat logistiek, dat ze voortdurend allemaal voorraden van de ene plek naar de andere moeten rijden. En daar gebruiken ze 18-jarige soldaten voor die net hun rijbewijs hebben gehad, maar op de grote Amerikaanse snelwegen. En die moeten dan plotseling onder moeilijke omstandigheden door de woestijn heen rijden en dwars door marktjes in kleine dorpjes. Daar gebeuren veel ongelukken die slachtoffers bij de Amerikaanse militairen hebben, maar ook bij de burgerbevolking, omdat ze gewoon dwars, dat als er iemand oversteekt, dwars door het kolom heen, dan blijven ze gewoon doorrijden. Dus hetgene wat er nu gebeurt is dat 2/3 van alle legervoertuigen nu automatisch worden en dat er ervaren chauffeur voorop zit en dat de rest van de vrachtwagens dat volgt, die voorste truck. Dus daar is men mee bezig. Nog ineens puur wordt het in de oorlogsvoering, maar om te zorgen dat hun logistiek goed komt.
toch is die oorlogsvoering zelf wel interessant, denk ik. Want je hoort ook wel eens zeggen, nou die drones, dan wordt het wel heel makkelijk om te doden. Is dat zo? Of is het dat verhaal van de drones is, die worden op afstand bestuurd. Maar die worden op afstand bestuurd vanuit Amerika. Wat men achter is gekomen is dat de piloten, er zijn nu meer piloten die drones besturen dan piloten die echte vliegtuigen besturen. Ja. Die hebben last van stress, omdat als zij 8 uur lang hebben gevochten in een ver wegistan, dat ze dan weer naar huis gaan en dat de overgang van oorlogsvoering naar de gewone huistuin en keuken, dat zwaar is. Hetgeen wat men gedaan heeft, is dat men het interface die ze hebben gekregen, hebben ze gecamificeerd. Ja. Dat het lijkt alsof het een computerspelletje is. En op het moment dat je dat doet, dan komt de verantwoordelijkheid, wordt meer gelegd bij de vliegtuig dat daar aan het rondvliegen is. En kan men objectieve beslissingen maken zonder dat men er zelf stress van heeft. Maar dan kan men net zo goed zelf de beslissingen door de robot zelf laten maken. Ja. Want alle gegevens zijn al helemaal aangemaakt. En het enige wat ik vind dat een heel zorgwekkende ontwikkeling. Want het betekent dat namelijk de verantwoordelijkheid, wie is verantwoordelijk voor zeg maar die oorlogsdaden, dat vaag wordt. Het is ook zo dat nog eigenlijk niemand veroordeeld is van zeg maar die cubicle warriors die daar in de woestijn van Nevada de drones besturen. Dit betekent dat zeg maar de verantwoordelijkheid zoek is, als het ware, voor de beslissingen die ze nemen. Nou, wat je ziet met gebruik van drones is dat de klacht juist is dat de cubicle warriors dat die te netjes zijn. En dat die zich netjes houden aan de regels, omdat ze vanuit Amerika opereren en niet vanuit de warzone. En men dus de geheime diensten inzet om alles wat het leger niet mag doen, om uit te voeren. Ja. Juist omdat men op deze manier te nette oorlogvoering heeft. Mevrouw Smits, u heeft een boek geredigeerd dat heet Moralicide. Dat vond ik wel een opvallend woord, moet ik zeggen. Dat gaat onder andere hierover. Dus kunt u nog eens toelichten wat precies uw bezwaar is? Moralicide gaat over het verschijnsel dat de moraal ook steeds verandert als gevolg van de technologische innovatie. Maar ik heb dat niet speciaal toegepast hierop. Maar hier, bij die cubicle warriors, daar maak ik me ongerust. En dat, ik ben niet de enige daarin. Misschien ken je Kees Homan, die werkt bij Klingendaal. Dat is een oud generaal. Mm-hmm. En ook Noel Sharkey. Een bekende Britse roboticus maakt zich daar erg druk om. En die wijzen precies op dit aspect dat, wat ik net al zei, dus dat die verantwoordelijkheidsstructuren eigenlijk geherdefinieerd moeten worden, maar op dit moment vaag zijn. Dus oorlog voeren betekent altijd dat er geoordeeld moet worden door concrete personen over of iets goed is om te doen of niet. En zodra je dat aan robots delegeert, of dat het vaag wordt wie eigenlijk dat besluit neemt, is er een groot ethisch vraagstuk. Ja, maar het voordeel juist van robots is juist dat het is transparant zijn en dat ze zich aan de regels houden. Ja. Op het moment dat jij een legermacht voor een paar jaar daar houdt, dan zie je dat de moreel verandert en dat zich aanpast. Op het moment dat jij robotvechters hebt, kan je dat netjes houden. Je kunt ook zeggen, we hebben het hier nu al. Eigenlijk gaat het hier best vaak over, over moraal en drones en zo. We hebben het er heel veel over. Misschien is het thuis wel beter dan toen nog gewoon mensen waren en het gewoon gebeurde. Maar ik denk dat we deze discussie moeten voeren. Ik heb hier geen antwoord op. Ik denk aan de zorg, daar speelt dezelfde discussie van, kun je niet veel beter een ethische robot inzetten als verzorger in plaats van iemand die, een thuiszorger die allerlei fouten maakt enzovoort. Een zorgrobot speelt niet. Daarbij is het, dus even in verband met de verandering van de moraal, is het wel zo dat je bij een robot van tevoren moet zeggen welke functies die moet geven. Dus het is niet meer een mens, een professional die beoordeelt in een context wat er moet gebeuren. En bij zorg kun je zeggen van, is niet het, je kunt billen wassen enzovoort, en zorgen dat de patiënt zijn pillen neemt, maar misschien is het zorg ook wel zorgen voor de ander en afstemmen op diens behoeftes zoals die zich voordoen. En juist dat element kun je niet programmeren. Dus
je zou kunnen zeggen, misschien gaat de definitie van zorg ook wel verschuiven door die mechanismen. Maar dat is juist waar we mee bezig zijn, wat het in de Robotica Labs, kijken naar de mensen en het inschatten van wat ze willen en wat hun intenties zijn. Ja. Maar je kunt nooit alles programmeren, zeg maar. Dus je moet eigenlijk vooraf gaan bepalen wat er moet gebeuren. Ja. Ik heb nog een. Nou, we zijn een beetje aan het einde van het uur gekomen over. Voor meneer Wendt een vraag. Nu heel veel gehad over dingen die we kunnen doen. We hebben zelfs het idee, misschien kunnen we wel helemaal niets doen. Maar ja, u zit toch erg dicht bij de macht. Welk beleid. Is er vanuit ons perspectief, om de verhoudingen te beïnvloeden. Hoe wordt daar in Den Haag over gedacht? Jeetje, dat vind ik wel een hele grote vraag. Maak iets concreter waar je het over wil hebben. Nou, laten we het dan vooral economisch. Over welk beleid wordt er gedacht om. Ja, het is misschien inderdaad wel een erg brede vraag. Ik wil wel zeggen wat ik eigenlijk vind dat er zou moeten gebeuren. Ja, misschien het gebeurt nog niet in Den Haag. Het gebeurt nog niet. Ik was bij die speech van Asscher, dat vond ik heel goed. Ja. Maar dat is alleen maar het werkterrein van Asscher. En Kamp van EZ heeft ook, dat is natuurlijk iemand, dat is EZ ook een beetje, die vooral de kansen benadrukt. Maar dat is dan weer alleen EZ. Ja. Maar het speelt eigenlijk voor alle departementen, het speelt eigenlijk voor alle ministeries. En dit is eigenlijk zo belangrijk als je zegt, zowel qua kansen als qua risico's mogelijk. En moeten we hier in Nederland wat mee, dat je denk ik ook beleidsmatig gewoon met veel meer ook bij elkaar zou moeten halen, departementen en ambtenaren op allerlei terreinen om de juridische vraag. En wat betekent het nou voor de gezondheidszorg? En wat betekent het nou voor onderwijs? Waar het natuurlijk, want dat gaat nu allemaal voor een groot deel langs elkaar. Dat komt ook door die departementen, die natuurlijk ook eigenlijk heel achterhaald zijn. Dat is ook van de vorige eeuw, dat je nog buitenlandse zaken, dat deed ene departement en de rest was voor het binnenland. Ze doen nu allemaal buitenlandse zaken. Dus ik denk dat daar veel meer, en dat zie ik wel gebeuren, maar dat gaat veel te traag. En veel te langzaam. Dus dan moet je de hele tijd blijven roepen. Dat staat in elk rapport altijd van ons. Je moet door die muren van die departementen heen. Maar zeker bij dit onderwerp denk ik echt dat dat zo is. Want een paar stukjes zijn nu goed gecoverd. Maar die samenhang daartussen en daar georganiseerd over nadenken. Ik ben dit heel erg met je eens. En dat vanuit de verschillende sectoren. Eigenlijk strategische en visionaire agenda's moeten worden gemaakt van wat willen we met die robots, welke grenzen zijn er, wat zijn de zwarte scenario's die we willen vermijden en hoe gaan we dat doen en wie is aan. Maar ik heb dit in mijn Rathenouw-tijd toen ik met robots bezig was in 2008, dus ook op een aantal keer gezegd en in onze rapporten zit dat. En je ziet dat het nog niet echt opgepakt is. Dus er worden de ministeries zijn nog vooral kennis aan het verzamelen en heel afwachtend in feite. Ja, maar het gaat heel langzaam. Want er is bijvoorbeeld nu een brief, ook er is een robotbrief van Bussemaker en Asscher naar de Kamer gegaan in december. Ja. En je ziet dus nu, want dat merk ik ook in het Centraal Planbureau, zie je nu mee bezig. Dat was niet zo, die gaan daar nu mee aan de gang. Die gaan kijken wat is er feitelijk aan het gebeuren. Je ziet dat OCW's, onderwijs is ermee bezig, financiën is ermee bezig. We hadden laatst overleg mee ook hierover. EZ is ermee bezig. Ze luisteren wel, die ministeries. Nou ja, ze zijn er wel allemaal geleidelijk aan mee bezig. Maar we moeten dit gewoon blijven roepen. Want als jij dat al 5 jaar geleden riep, nou blijf er vooral mee doorgaan. Want op een gegeven moment komt het dan wel, denk ik. Nou, je ziet dat ambtenaren op ministeries nog eigenlijk heel atechnisch zijn. En dat, zeg maar, dat ze zich willen laten informeren wat er is, maar dat zelf oppakken en vertalen voor de wensen en belangen voor het eigen domein, dat is. Wat moeten we zelf doen eigenlijk als studenten, als mensen? We kunnen dystopische citaten aanhoren en we kunnen hier kunstmatige intelligentie studeren, maar wat kunnen we doen als jongeren om hiermee bezig te zijn? Je moet niks, maar wat ik zou aanraden, maar dat is ook eigen ervaring, is. Blijf niet te veel in de techniek hangen, maar probeer je breed te oriënteren en dingen bij te houden. Dus die techniek, want dat moeten jullie leren, daar zijn jullie voor. Maar, en ik zeg het ook tegen economen, ga niet alleen maar economieboeken lezen, maar probeer ook andere dingen te volgen. Dus dat zou mijn suggestie zijn. Ja, als beta-studenten zou ik me vooral inderdaad proberen te verhouden tot allerlei andere disciplines. En wat denkt u, meneer Visser? Ik zoek nog een paar studenten die voor mij de appelboomgaard in Texel willen, wat het automatiseren, dus kom erop. We hebben hier de opleidingsdirecteur van de bachelors aan deze faculteit en die heeft een vraag. Ja, dat haakt hier precies op aan inderdaad. Wat moeten we zelf doen? Biologen denken op het moment behoorlijk ethisch over proefdiergebruik, over DNA. Scheikundigen denken ethisch, psychologen, juristen. Misschien zelfs economen, al vraag ik me dat wel eens af. Terecht. Natuurkundigen dachten ethisch, want we hadden de bom ontwikkeld.
En daar moesten we iets mee. We hadden toen vakken als wetenschap en samenleving, of natuurkunde en maatschappij. Ja, die zijn afgeschaft, hè? Die zijn allemaal afgeschaft. Ja. Dus je ziet een soort tijdsgebonden ethiekbesef bij de verschillende opleidingen. Ja. Wat mij opvalt, eerlijk gezegd, in de faculteit, is dat het ethisch denken bij de informatici zeer beperkt in de opleiding aanwezig is. En de vraag is aan het panel wat u daarvan vindt. Ja. Dat is een heel retorische vraag. Dat is wel bedoeld. Ja. Wie gaat eerst? Meneer Visser. Of. Ik vind het een schande. En, nee, maar nou ja, ik kom zelf uit die traditie van science and technology studies. Dus vanuit dat besef, na de discussies over kernenergie, dat je als. Want ik ben ingenieur, ik ben chemisch technoloog. Dus dat je vanaf een vroeg stadium al moet gaan nadenken in ontwikkelingen over de maatschappelijke en ethische implicaties. En ik denk dat studenten dat zich vanaf een vroeg stadium moeten toe-eigenen. En je ziet dus dat inderdaad dat weer weg hebt, dat besef. En dan moet er weer een crisis komen om dat dan weer op te laten komen. Nou, laat die crisis dan maar komen. Okay. In verband met de tijd gaan we afsluiten. Ik zou meneer Goedkoop nog wel willen vragen, wat gaat u eraan doen dan eigenlijk? Maar ik ben benieuwd. Ja. Ik wil graag heel hartelijk bedanken onze drie gasten. Robert Wendt, Martijntje Smits en Arnoud Visser. Een groot applaus voor ons. En zoals jullie weten is er elke maand deze Beta Break. Volgende maand weer, 18 februari, vlak na Valentijnsdag. Dan gaan we het hebben over, en dat hebben we nog nooit gedaan als Beta Break, maar nu wel, seks. Tot volgende maand.